allegorie op het noordelijk realisme. Ja, pollegorie, ik ben er nog niet helemaal uit. Het is nog een beetje een werktitel. En het gaat dus een schilderij worden van, als het allemaal doorgaat, 6 meter breed en 2 meter 40 hoog. In al mijn schilderijen zie je het een beetje opgaan, blinken en verzinken. Hè? Dat is een beetje het verhaal van het drieluik. Geboren worden, beginnen, ergens tot bloei komen en dan weer afscheid nemen. En dat zit in heel veel van mijn schilderijen. Dat is een beetje, het doorlopende thema van mijn oeuvre. Liefde en de dood. Nou. Dus het gaat over mij. En over mijn plaats in het noordelijke, mijn plek in het noordelijke schilderen. Die heb ik dan uiteindelijk maar losgezaagd, omdat ik de hele compositie niet goed vond. Maar hier zie je dus dat het, neerslag van een mislukt groepsportret. Hier staat reconstructie, dus het is weer opnieuw even op zijn plek gelegd, zoals het eruit zag. Er missen nog een paar mensen die er tussenop zaten, maar dit is dan wat er overgebleven is. Ja, zo moet het niet weer gaan. Ja, voor een examen is dat al heel erg. Maar dat moet voor de hele grote schilderij natuurlijk niet gebeuren. Dus daar moet je goede voorbereiding hebben. De schilderij in Pol gebruikt soms wat te veel kleur. Maar de vorm is altijd dus, heel goed. En zo. Ja. En vooral als je wat kleurloze dingen doet, ratten en zo, en varkentjes op sterk water, dan wordt het altijd heel mooi. Schilderachtig, poëtisch, realisme. Met aandacht voor kleine dingen, ja. Onbelangrijke, schijnbaar onbelangrijke dingen. Ja. Dat is er altijd geweest, dat is dus nu ook nog.